Ongeveer 1 op de 50 personen krijgt tijdens zijn of haar leven de diagnose lymfeklierkanker. Alleen al in Nederland komen er ongeveer 4000 nieuwe patiënten ieder jaar weer bij. En dit aantal neemt toe. Ondanks intensieve behandelingen overlijden in Nederland jaarlijks meer dan 1000 patiënten als gevolg van deze ziekte. Helaas is er nog te weinig aandacht voor lymfeklierkanker en zijn er onvoldoende goede behandelingen. Maar wij van Lymf & Co. willen hier verandering in brengen met een nieuw fonds voor onderzoek tegen deze ziekte. Voor de tweede keer organiseren wij de Hollandse 100. Met verschillende ambassadeurs zoals Bernard van Oranje, Umberto Tan en Sven Kramer gaan wij de strijd aan tegen lymfeklierkanker. Tijdens de Hollandse 100 op 6 maart zal er 10 kilometer geschaatst en 90 kilometer gefietst worden. En wij? Wij zijn al begonnen met de training. Help jij ons? Doneer nu.